Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het PolarPro Recon Filtersysteem. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tok. tok. tik. Tok. 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 Welkom. Leuk dat je luistert of kijkt naar aflevering 50 van Trouwfilms Ambacht, The Art of Selling Memories. Ik zie 50 hier flink <laughs> gejuich. Ja, dit is wel, dit mag wel feestelijk geopend Toch? worden. Ja, ja ik 50. ben hier uiteraard met Robin. Nou, Hoi. dat was ook te horen. Hoi. En deze aflevering kon niet beter om te hebben over TikTok. Yay! Yay! Ja, ik bedoel, aflevering 50 over TikTok. Dat. Uh, dat ja, je kan, je kan had niet je missen. dat ooit verwacht? Nee. We, dat we hier zouden zitten, bij nee, twee hier zo'n. Ik denk we dat gaan nostalgisch we... terugblikken over de afgelopen um, 38 jaar. Nee. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, Nee, ja, we gaan het dus hebben over TikTok. Eh. Uh, wat verwacht je? Dan? Je, hebt het, je, hebt het zo ver, je hebt me zover gekregen. Ja. Nou ja. ja. Uh, we hebben het eerder al kort genoemd. Het is al eens uh, voorbij in de eerdere aflevering. Dat we, nou, hè, dat we langzaam over zijn gestapt ook naar TikTok. En we dachten, toen gingen we al zo hard aan dat we. Zoiets hadden we, we moeten hier een aparte aflevering over maken, want er valt hier zoveel over te vertellen. Ja. En er zijn zoveel nou, kansen. Ik wil niet te veel vooruit lopen op de zaken, maar er zijn heel veel kansen te, te mm -hmm. halen. En laten we gewoon eens breakdownen van wat, wat dit voor ons zou kunnen betekenen, of wat het al heeft betekend tot nu toe. Um, we hebben er een polletje, geen polletje, maar een vraagstikketje uitgegooid via de Insta. En daar hebben we ook wat interessante reacties van gekregen ja. van uh, andere uh, luisteraars. Klopt. Dus daar gaan we ook mee bezig, volgens mij. Ja. ja, om even alvast misschien een tip van de sluier te geven, hebben wij uh, met een. Trouwleverancier gesproken, gesproken, Neeltje. Zij maakte ja kunst, dus van die uh, canvassen van het uh, moment op de kust, of in ieder geval dat schilder zij op een dag. En die is eigenlijk altijd al uh, actief geweest, tenminste vorig jaar echt begonnen om het uh, serieus aan te pakken op TikTok. En nou, stats die ze mij stuurde, was ik echt, nou blown away. Uh, ze Vertel. zei 35, ze begon met 35, volgens zo'n beetje dat ze serieus, nou nu zit ze op 5000. In de tijdsbestek van een jaar. een jaar. En zij, haar klussen bestonden eerst uit, nou, een heel klein beetje bruiloften en dan voor de rest andere dingen. Ja. Het is nu 95%, bru 95 bruiloften en dan nog een 5% andere mm -hmm. dingen. Mm -hmm. um, haar video's worden half miljoen keer bekeken, sommige die ertussen zitten. Ze zegt ook dat ze af en toe herkend wordt op straat van jongeren. <laughs> Wow. Nou, dat alsof je een soort celebrity wordt op ja. het uh, platform. <laughs> door TikTok. Ja, dus okay. dat is echt. Uh, daar gaan we het even over hebben. Dat, 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 wat voor paden het kan openen, het yeah. platform. En hoe wij dit gaan inzetten. Yeah. Maar eerst gaan we nog even. <middels> Nieuws en actualiteiten. Ik heb weer even een ding wat ik veel gebruik. Oké. Okay. <laughs> ja, het klinkt heel, heel vaag. Maar euh, ik gebruik dus nu sinds kort weer best wel veel After Effects. Met name de laatste paar teasers. Dat ik weer denk: ah, er staan toch weer wat dingen in de weg. Ik ga kijken hoe die content aware Fill zich ontwikkeld heeft. Oh ja. mm -hmm. Ik moet zeggen, hij is flink verbeterd ten opzichte van uh, vorig jaar. Want content aware Fill is gewoon een soort Photoshop voor dus beeld. Ja, dus eigenlijk inderdaad die AI wat je in Photoshop ziet, dat bestaat al. Mm, Meerdere jaren voor After Effects, best wel lang. Mm. Maar het was eerst traag en het deed eigenlijk niet wat het moest doen. Maar nu is het een stuk sneller terwijl ik geen nieuwe laptop heb, dus dat is het niet. En het mm. materiaal is volgens mij nog zwaarder. Ja. Het gaat veel sneller dan dat het eerst ging. En ook de, de replacement, dus wat hij genereert, dat, ja. dat maakt hij al een stuk beter. Dus Want je maakt een selectie. Van ja. iets wat je weg wil hebben. En dan zeg je: Ik wil dat je het laat lijken op dit of zo. Ja. Of je, of uh, nou, je, je, om even een voorbeeld te noemen. Dat is het makkelijkst. Uh, ik had bijvoorbeeld het wegloopshot. Van de bruid naar het, het altaar. En daar stonden gewoon wat parasols in de weg. En nog uh, zo'n staantafel. Die stond aan de hoek van de shot. Ja. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga dit masken. Dus dan moet je zo'n After Effects. Dan mask je het, zeg maar erin. En dan heb je een optie Content en werf wil. En dan. Plop, plop. En dat is echt niet vaak wordt ook niet goed gerenderd. Dus je moet echt een paar keer een beetje tweaken misschien. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is het wel, maar er is, ik zie wel weer kansen erin. En After Effects is dat iets waar je bang voor moet worden? Nou, ik, ja, ik denk als je beginner <laughs> bent. Ja, maar ja. Dit, dit, is wel heel makkelijk en ja. het is ook best wel. Volgens mij heeft uh, Adobe heeft zelf een, uh, een linkje ervan. Een hele makkelijke tutorial daarover. Ja. dus check it out. After Effects. After Effects. Ik ja. heb echt in uh, ver verleden heb ik After Effects gebruikt. Echt ja. voor masken en, uh, en stabilizers ja. en dat soort dingen. Ja, maar toen was het en, ook echt de, de software om dat ja, te doen. Ja, en dus uh, 3D-dingen uh, ik veel wat allemaal. Echt, ik heb er veel in gedaan, maar als, als ik nu After Effects open, <laughs> ik denk dat ik niks meer weet. Nee. Ik weet echt niet meer. Echt heel <laughs> ik lang ik niet heb ook best wel veel animatie in het gedaan. Ja. Ja, ja, het is helemaal weg. Ja. Maar, maar leuk, toch? Ja, leuk, dus dat is eigenlijk mijn nieuwtje. En met ja. jou is het ook verder alles goed. I'm alive and kicking. Ja, hoogseizoen. Gekke ja, huis. nog steeds. Huis. Is, ja. En ik heb heel veel zin in deze aflevering. Want um, het gaat bij mij ook op TikTok steeds beter. En, of steeds beter. Dat ging eigenlijk al vanaf het begin al bijna. Ja. Was het uh, rocket science, zeg maar. <laughs> Rock als een omhoog. Ja. Uh, dus nee, ik heb er zin in. Um, ja. Laat me komen. Laat me komen, daar gaan we. Waarom TikTok? Robin, waarom? <laughs> dit vraag ik je aan mij. <laughs> ja, maar nee, dit, dit, is, de, dit, dit is de reden. Ik ben heel benieuwd wat ja. jou heeft doen laten om toch uiteindelijk die stap te maken. Om, ja. om ja. die app te downloaden, ja, om een TikTok te plaatsen. Ik was anti. Ja. Dat even terzijde. Ik was anti. Overheidsinmenging, laat ik het zo zeggen: Hè? Uh, spyware malware, weet ik veel wat ze allemaal afluisteren op het moment dat die app open staat of dat die niet open staat. Mm -hmm. ik, ik vertrouwde mm -hmm. het voor geen meter. Ja. Dus ik was altijd een beetje: ja, dat hele TikTok, het, het overal dit het nieuws. Uh, de, het hoofdbedrijf Byte Ten, ByteDance... Dance, dat is een uh, beursgenoteerd bedrijf. Nou, dat werd ook al op de, in Amerika werd dat waarschijnlijk al uh, helemaal kapot gereguleerd, waardoor ze dus eigenlijk. Uh, Plicht werden om het te verkopen, alleen wilde TikTok het dus niet verkopen omdat ze dan het hele algoritme niet mee wilde. Dus, nou, ja, heel gedoe, mm -hmm. zoveel commotie over ondertussen. Het heeft geen goede naam, het zijn dansjes. het zijn kindjes, het is allemaal een beetje zo. ik denk. Waarom wil ik me hierin mengen? Waarom, waarom wil ik dit? Ik wilde het ook eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, ik heb genoeg aan Instagram, hartstikke leuk. Nou, toen kwam dash in mijn leven. Hi. <laughs> Nee, jij hebt op een gegeven moment ook dat hebben de luisteraars of de, de mensen die vast luisteren die hebben meegekregen dat jij op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt. Nou, ik ben uh, met TikTok begonnen. Ik heb een, een campagne gevoerd. Ik ben twee weken lang ben ik gewoon vol gaan pompen en gewoon maar zien wat gebeurt of wat er gebeurt. Mm -hmm. Dat is voor jou totaal geëxplodeerd. Ja. Dan mag mag je misschien straks kort zelf iets mm -hmm. over vertellen natuurlijk, maar voor jou is dat als ik dat zover heb, mag, invullen uh, totaal geëxplodeerd. En toen dacht ik, hey, dat is interessant, maar het is leuk dat je heel veel views krijgt. Maar wat heb ik aan, weet ik veel, uh, 100.000 views van Chinese kindjes? Ja, dat is wat jij dacht. Dat is wat ik dacht. Ja. En toen liet jij mij die statistieken zien. Ja. En nu is nog maar de vraag in hoeverre die kloppen. Maar laten ja. we er even vanuit gaan dat de statistieken kloppen. Dat uh, 99% gewoon naar Nederland komt. Een half procent misschien naar België. Ja. En de rest uit andere landen. Maar hoe kerst. Maar dat is klein procent. Dus... Oké, okay, denk ik. Oké, okay, prima dat de Nederlandse mensen jouw TikTok-filmpjes kijken. Hartstikke leuk voor je. Maar wat heb je eraan als je niet geboekt wordt? Mm -hmm. Toen kwam jij aan met. Ik heb fucking 30 aanvragen gekregen. <laughs> en je dacht, wat? Ja. Waarom 30 aanvragen? Ja. En ik denk, oké. Okay. Met een minimal effort, hè? Minimal effort. En toen dacht ik, oké, okay, nou, oké, okay, nu raak ik wel enigszins Prikkels. overtuigd. En toen begon je over. Oh, maar ik heb ook aanvragen voor 2026. En ik heb ook aanvragen voor 2027. En toen dacht ik. Wat? Wat zou ze aan doen? Wat ben je allemaal aan het doen daar? Dus ja. ik dacht, ja, ik ga gewoon maar kijken. Ja, en toen plaatste jij je dus, eerste TikTok. Ja, nee, dus dit was voor mij inderdaad de... de dat, dat was voor mij echt dat ik dacht... Ik, ik, ik moet hier iets mee doen. Mm -hmm. En dat het voor jou zo geldt... Hè, dat het voor jou geëxplodeerd is... wil niet zeggen dat het voor iedereen zal gaan exploderen. Ik ken genoeg andere trouwvideografen... Die nu ook actief zijn op TikTok. Die ik ook volg, hartstikke leuk. Mm -hmm. Maar die allemaal nou, relatief, laten we zeggen... Laag bereik hebben. Ja. Dus wat je doet, doe je ook goed... Voor jou, ja. terwijl je geen fuck idee wat je aan het doen bent. Ja. Dus dat hebben we een beetje geanalyseerd, we hebben een beetje gekeken, hebben we voor jezelf gedaan. Oh. En die tips gaan we allemaal delen ja. hè, in deze aflevering, dus luister vooral door. Ja. Maar uh, nee, ik vond het gewoon heel interessant in, in, in hoe jij dat aanpakte. En toen dacht ik, ja, maar ik heb, ik heb zelf alle apparatuur tot mijn beschikking mm. om, dit ook tot een, of om dit ook te gaan proberen. Dus ik heb ook gewoon mijn eerste TikTok geplaatst. En uh, nou ja. Dat wil je weten ook. Ja. <laughs> moet, ik, moet ik het erbij pakken? Of is dit al. Uh... Uh, nou ja, ja. dan. Uh, ik denk dat het goed is dat wij. Want we praten nu over hè, een paar vrouwen video's. Dus misschien goed om toe te lichten. wat jouw meest bekeken video is. Um, ik denk dat we even onze telefoon erbij moeten pakken. We gaan onze telefoon erbij pakken. Op dit moment. En dan jouw meest bekeken video. En dit is natuurlijk op het moment van opnemen. Ja. even in alle transparantie. Wij nemen op. op 9 uh, juli. Dinsdag 9 juli. Uh, deze aflevering komt volgens mij een maand later uh, pas uh, online. Zoiets. Dus het kan zijn dat dingen alweer gedateerd zijn. Maar goed, dat is gewoon hoe wij werken. <laughs> um, dus dus voor, het voor dit moment, um, wat, wat wil je van mij weten? Jouw meest bekeken video. Ja, een aantal uur. En van waar, waar die mensen vandaan komen. Nee, mijn meest bekeken video uh, op dit moment is uh, The moment versus de shots. Mm -hmm. En die wordt bijna ingehaald door een nieuwe TikTok die ik gisteren heb geplaatst. Oké. Okay. Die, is, dus die dus, gaat het, wel, in die halen, gaat het wel inhalen. Die gaat het waarschijnlijk wel inhalen. En die heeft ook echt veel meer uh, kijktijd. Maar de um, moment versus de shots, dat is 47,300. Dus 47,000. En uh, de tweede staat nu op 46,500. Dus die gaat hem waarschijnlijk nog wel inhalen. Um, en dan is de meeste kijktijd, dus de tweede. Dus uh, dat is een video over um, dat ik aangeef van een groepsfoto. Dus dan gaan we niet saai. Als je het op een juiste manier aanpakt. En daar geef ik wat tips en dat soort dingen. Dus nou, dat is wat ik een beetje probeer op mijn TikTok. En als ik daarvan in de analytics kijk, dan is die in totaal. <lacht> <lacht> oei, oei. 501 uur. Uh, 501 uur. 27 minuten en 17 seconden 501 bekeken. 501 uur. <laughs> ja. Dat is echt ziek. Ja. Ja. Dus uh, en dat met uh, nu uh, 46.500 weergaven. En hoeveel volgers uh, heb je nu, zeg maar, je bent, nou, het is het? Twee weken bezig misschien nu, vanaf nu? Zo ongeveer. Ja, van nu op het moment van opnemen. Ja, uh, van het dus moment dat, opnemen. dat zal later. Ik zit nu, ik zal heel veel snel kijken. Uh, negen, nee, 520. Ja, dus dat volgers. Is... Flink voor twee weken op Instagram. Doe ik daar een jaar over, mensen? Uh, op Instagram doe ik nee. daar zeker langer over om zoveel <laughs> ja. volgers te krijgen. Nu is dat niet helemaal eerlijk, want als je naar een nieuw platform gaat en je zegt dat één keer op platformen waar je al heel veel volgers hebt, dan gaan er heel snel al mensen mee. Weet ja. wel. Dus, dus heel veel volgers zullen waarschijnlijk al mensen zijn. Maar wat ik hiervan interessant vind, is dat het eigenlijk, je ziet precies wie je profiel bekijkt. Als je het aan hebt staan? Als je dat aan hebt staan. Dus je kan zien zeg maar, van wie er allemaal jouw profiel ja. bekijkt. Uh, dat vind ik wel heel interessant, want Instagram heeft dat niet. Uh, en je ziet dus ook vrij, vrij snel van wie er ja, allemaal volgt: En uh, mm -hmm. dat dat eigenlijk allemaal nieuwe mensen zijn in mijn opzicht. Ook mensen die ik totaal niet ken. Ja. En daarmee ook weer vet interessant met dat je een totaal nieuwe doelgroep bereikt. En dat heb je eerder ook al gezegd: ja. dan wat je op Instagram bereikt. Ja. Want de mensen die op TikTok zitten... zitten dus natuurlijk een groot deel zit daarvan natuurlijk ook op Instagram... maar ook een heel groot deel zit daarvan gewoon niet op Instagram. Mm -hmm. Je hebt geen idee wie je bent. Je komt ineens voorbij. Je laat wat TikTok zien met wat ja. filmpjes van je, van je werk. Dat ja, weet ik wat. helemaal leuk. En mensen gaan helemaal... What? Ja. <laughs> Ja dus, ja, dus iedereen is wat uitbundiger misschien op die app, ik weet het niet. Zien, en jij, anders. want jij zit al iets langer op ja. TikTok, ja. Uh, dus jij gaat mijn statistieken natuurlijk <laughs> totaal crushen. Nou niet, door 501 uur hoor. Nee, niet? Nee. Oh. Nou, het is wel grappig, want eerst, het is wel leuk om te zien hoe dat platform dus, hoe dat algoritme werkt, want uh, de vorige aflevering dat ik het hier over had, dat het geëxplodeerd was, dat was een video, natuurlijk die doet het nog steeds goed, maar die staat nu gewoon op een, uh, die gaat gewoon een beetje stabiel. mee. Een beetje stabiel. Stabiel. Ja. En er was al een andere video, en die stond toen op dat moment op 10k of zo ongeveer. Nou, op, op een random zondag ging die helemaal de plaat uit. Uit het niets. Uit eigenlijk. het niets. Ja. En dat kwam waarschijnlijk omdat er meerdere mensen, wat hoe het bij TikTok werkt, is dat hij. Als het veel bekeken wordt, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Dan blijft hij op de For you page komen. Ja. Dus het maakt eigenlijk eigenlijk is het dus een super mooi platform. Want als je dus interessante content maakt, mensen blijft kijken, dan blijft het komen. Op Instagram moet je dan. Ja, ja, bij Instagram je weet je niet. gewoon, na een week is het, uh, uh, laten we zeggen, doodgebloed. Zeg maar. ja. dan, het is niet zo dat hij herreist nee. of zo op Instagram. Dus nou ja, die video is op één dag ongeveer. Nou, hij staat dus nu. <laughs> hij stond op 20k toen, toen hij een beetje rustig was. En opeens stond hij op 100k. <laughs> Dat is gewoon het dubbele van wat ik net zei. Ja, van mijn hij video. staat nu op 109.000. Fijn dit. Ik dacht zoet te doen met mijn Maar wel 299 uur, dus niet 500. 100. Een minder uur, ja. Maar, maar dat maar komt waarschijnlijk omdat mijn video... 18 seconden. Ja, jou doet 18 seconden. Mijn die, 1 minuut 40 of zo, 1 minuut 30, ja. zoiets. Het is best wel een lange video. Ja. Maar daarom best wel grappig om te zien dat zelfs longform... Dat het, het ook goed doet. Laat, Laten we zeggen dat niet alleen maar video's van 15 seconden het goed doen. Maar mm -hmm. ook gewoon alles boven de muurt is ook gewoon nog steeds... Ja. Kan, heeft kans, kans van slagen. Ja. Uh, dat vond ik wel verrassend. Eigenlijk. Ja, want dat is eigenlijk niet wat je verwacht. Nee. Zeker niet als je TikTok niet kent, maar het is eigenlijk die, die app is al een tijdje niet meer dansende tieners wat je eerst dacht. Dat is al langere tijd. Want ik heb het echt al sinds. Ja. Pandemie dacht ik, ik ga TikTok downloaden en toen ben ik er nooit meer vanaf gegaan. Maar ik oh ja. zat wel, dus ik heb altijd een beetje die app in de gaten gehouden. En ik zie gewoon ook niet eens voor mensen het trouwens, maar ook voor andere mensen hoeveel deuren het geopend heeft. En dat is echt bizar. Ja. Um, dus ja, nou ja, hier zie ik ook. 100, ja, de volgers, ja, ik heb er nu volgens mij, ja, ik heb er bijna 2000. Uh, nu staat wel het op het pitje. Uh, misschien op het moment dat de aflevering online staat, is het weer iets meer omhoog omdat ik weer nu even tijd heb. Mm -hmm. Waarom is het volgens jou uh, goed voor videografen die nu beginnen om te beginnen met TikTok? Boah. Omdat wij in de unieke uh, mogelijkheid staan van alle leveranciers op een bruiloft dat we onze eigen promotiemateriaal schieten. Iemand die in de bloemen werkt, die moet zelf. Constant denken aan oh ik moet dingen gaan maken oh ik moet mm. dingen gaan filmen oh ik moet, ik moet mezelf filmen oh ik moet mijn bloemen filmen oh, dan, dan, dan. of die moet gaan deeltjes gaan sluiten met weer videografen ja. van hey zou je misschien voor mij wat beelden willen maken blah yeah. blah dus en 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 wij schieten content en dat al die content die wij schieten is eigenlijk al automatisch geschikt voor platformen zoals TikTok ja. en Instagram wordt ook steeds meer een video platform ja. uh, dat was het eerst niet dat begon als een fotoplatform. Mm -hmm. dat wordt steeds meer video Um, maar het is wel interessant dat um, uh, TikTok puur video is. Tuurlijk zijn er mensen die daar ook uh, plaatjes uh, uh, op zetten en dan muziekje eronder. Maar ik, ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk, om. Even, mag ik wat statistieken delen over ja? Instagram versus TikTok? Want ik ben er even ingedoken mm -hmm. en ik dacht, um, is, 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 is het nou echt einde verhaal met Instagram? Is Instagram ten einde? Is gaat gaat is bloed is ze dood zeg maar. <laughs> en ik, ben ik heb, ik denk ik, ik ga op onderzoek uit. Ja. Dus ik heb wat statistieken van uh, de uh, groei van Instagram versus TikTok van de afgelopen drie jaar. Oké. Okay. Ik kan veel verder terug, maar dat is allemaal niet zo interessant. Mm -hmm. Dus laten we zeggen van uh, 2021, 22 en 23. Ja. In 2021 had Instagram 1,2 miljard actieve gebruikers. 1,2. TikTok had het toen 1 miljard. In ja. 2022 had Instagram 1,4 miljard. TikTok had het toen 1,2 miljard. Dus je denkt, oké, okay, dat gaat nog gelijk op. Ja. In 2023 heeft Instagram 1,44 miljard. Dus dat is eigenlijk maar een heel klein uh, iets kleinere groei, zeg maar. En dan heeft TikTok anderhalf miljard dus in het laatste jaar van dus 2023 is Instagram is... stil blijven staan. Ja, nou niet zozeer stil, er is nog wel groei, maar de groei neemt af bij Instagram en die van TikTok die groeit exponentieel, nog steeds, mm -hmm. as we speak. Mm -hmm. Ik vond dit best een eye-opener. Nou ja, ik vond het verrassend ja. dat het dat uh, ik had niet verwacht omdat elke keer als je nu in het, in, het, in het wilde weg, gewoon in een random ruimte van mensen van onze leeftijd, laten we het daarover bouwen. gewoon vragen van, heb je TikTok? Dan staan ze allemaal een beetje zo aan te kijken: van, Nee, nee waarom, waarom heb ik dat nodig? Weet je wel? Mij niet hoor. Een beetje dansjes doen en kindjes en blablabla. Dat is nog steeds de. de ja, misschien bij jou niet. Maar ik vind het gewoon opvallend dat, um, uh, dat wat ik er nu uithaal, mm -hmm. dat ik mezelf bijna voor mijn kop sla. Dat ik denk: waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Dat dit uit jouw mond moet schuilen. Ja. Het is bizar. Ja. ja maar serieus? Ja. Uh, en ja. We, ja. Ik ben er gewoon een beetje stil van. Ja, nee, ja, ja. Het, ja ik, krijg, ik krijg mezelf stil, jongens. Ja. Uh, ja. Nee, ik, ik, uh, ik had niet verwacht dat het zoveel impact zou maken. Nee. En, nou, nog, en nogmaals, dit is niet voor iedereen, hè? Het, nee. is, het is echt niet voor iedereen. Nee. Um, maar terug, terugkomend op je vraag. Wij staan in een unieke positie om onze eigen content te schieten. De hele dag door op een bruiloft. Mm -hmm. Als je het een beetje slim wil doen, misschien gelijk een leuke tip wil van hoe ik mijn uh, TikToks maak. Daar gaan dan gaan we het zo ook over hebben. Oké, okay, dan bewaar ik dat toch heel eventjes. Ja. Maar uh, ja, we hebben dezelfde camera's, we hebben de gear, we, hebben, we kunnen de trailers en de teasers dus gewoon in een 19 bij 16 uh, verhouding uh, mm -hmm. opnieuw exporteren. En we gooien het op TikTok en uh, mensen kwijlen ja. eroverheen. Niet normaal. Letterlijk. Even een korte onderbreking voor onze sponsor. Het PolarPro Rekken filtersysteem. Wissel op een gemakkelijke en snelle manier van filter of matbox. Gebruik de hoogwaardige Stage 2 mistfilters, variabele ND-filters of gold en blue morphic filters. Voor unieke in-camera effecten. Ontwikkeld in samenwerking met de Canadese filmmaker Peter McKinnon. Ga voor de echte high-end wedding look met het PolarPro Rekken filtersysteem. Inclusief premium opbergtas verkrijgbaar bij de bekende Nederlandse camerawinkels. Ik zie gewoon aan jou dat je geniet ja, vind... van is... hoe ik hierover praat. Heer, heerlijk, ik vind het heerlijk. <laughs> dat dit dit, echt allemaal weer in mijn reet. Terwijl ik het helemaal, gewoon al dat gezeik wat ik altijd heb aan moeten horen over TikTok. Kan nog, ik hoop dat ik hem heb een keer een reel gemaakt en daar zit jij echt zo TikTok nooit aan beginnen. Nee. Dus die ga ik zoeken. Oh, fijn. Maar die heb ik hier niet. Maar, ik ga hey, wel... maar het is ook wel zo eerlijk dat ik ook toegeef dat, dat je die pluim ook verdient. Ja. En dat dankjewel. ik je gelijk geef. Dankjewel. En dat Lekker. ik uh, beaam dat ik zelf fout zat. Lekker. Uh, <lacht> Lekker. <lacht> Lekker. zegt ze. Ze <laughs> zijn helemaal te gloeien hier. Oei, oei. Ja, nou, dan gaan we nu hebben over hoe wij TikTok gebruiken. Dus hier gaan wij onze tips geven, tricks, over nou, in ieder geval hoe de viral video's waarom die viral gaan. Nou, brand los, um, want je hebt er eentje van 100.000. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja nou, niet dan. Ik dacht, ik ga het aan jou vragen, maar ja, wat ik heb gemerkt, en dat is een beetje in die campagne waar ik dan twee weken echt volop heb posten, is dat de, de situatie schetsen, dus uh, point of view. Ja. Je bent wat, je maakt dit. Dat is het eigenlijk. Ja. En dan begin je met een shot van jezelf, want het is wel echt een platform waar jij jezelf moet laten zien. Hallo. Ja, het is echt uh, en het is, ik kan me voorstellen dat het voor niemand gelijk makkelijk is. Ik zelf heb echt, nou, het heeft me echt wel tijd gekost om bijvoorbeeld stories te plaatsen van mijn gezicht, uh, gewoon praten voor de camera en dat soort dingen en jezelf laten zien. Uh, het kost even tijd, maar als je het eenmaal vaak doet, dan begin je ook een beetje maling te krijgen of zo. Ja. Ik ken het. Ja, het, het van is, YouTube. Ja, je hebt heen. natuurlijk echt de YouTube uh, geschiedenis gehad. Maar ik merk dus heel erg inderdaad jezelf laten zien en dan bijvoorbeeld in ons geval wat shots die je maakt, dat werkt heel goed. Het zijn eigenlijk die twee video's die dus uh, echt uit de plaats zijn geschoten zijn van mij. Dus dat je mij ziet en dan shots die ik maak. Meerdere zijn dat er trouwens. En er zijn ook wel wat tips video's, maar die gaan oké. Okay. Ja. Dus, uh, en je hebt wat dansjes ook voor jezelf. Ja, ik dans af en toe. Ja, jij danst ook gewoon af en toe. Ja, en waarom, waarom doe je dat dan? Gewoon voor de leuk. Inspiratie. Oké. Okay. Of inspiratieloos. Nou ja, het, het is. Ik moet oppassen bij wat ik zeg. Want over een paar weken zeg je weer tegen mij: kijk, Robin, nu maak je ook dansfilmpjes. <laughs> je ja, precies. Je moet er terugkomen. Ja. <laughs> nou, ik vind gewoon, ik ben zelf een beetje, ja, een gekkie. Ik vind gewoon, ik laat mezelf zien hoe ik ben. Daarom denk ik ook niet te veel na over een strategie, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, want dan heb ik ze het gewoon. Ze zien mij gewoon nu puur. Ik heb dit even bedacht. Zo ben ik en. Maar is dat niet juist een strategie? Nou ja, er zijn ook mensen die het heel prettig vinden om alles in te plannen. En dan. Uh, hey, ik heb echt wel een lijstje waarin staat: oh, dit is een keer een goed idee voor TikTok. En dat ik dat dan nou even in een, een middagje in elkaar knal achter elkaar. Um, maar het is niet dat ik daar. Dit komt op vrijdag en dit komt zaterdag. Weet je wel. Daar denk ik niet over na. Nee. Maar er zijn mensen die dat wel doen en daar is ook niks mis mee. Um, maar voor mij, ik. Ben sowieso heel erg onder en met bruiloft eigenlijk ook. Ja, ja. Zo werk ik, maar sommige werk wat gestructureerder. Uh -huh. um, maar ik ben wel uh, benieuwd. Heb, je, heb jij wel bijvoorbeeld toen jij begon of in ieder geval nu uh, bijvoorbeeld een soort planning van dit wil ik gaan plaatsen of uh, wat voor soort video's maak jij en wa hoe, wat voor, hoe heb jij gemerkt? Wat werkt? Wat werkt? Uh, nou ja, ja ja en nee. Uh, ik heb ik ben maar gewoon wat gaan posten, heel eerlijk gezegd. En in alle eerlijkheid, ik gebruik zo'n Insta360 x4. Nu, de vierde editie van die Insta360. Dat is gewoon zo'n cameraatje die je op je camera zet. En dan heb je 360 beeld van alles wat je filmt op dat moment. En die heb ik al een tijdje gebruikt. Ook vanwege mijn cursus die ik aan het maken ben. Een beetje making-of materiaal. Dus ik heb al best wel veel verzameld ook en toen dacht ik op een gegeven moment van, hé, het is misschien wel grappig om daarmee ook uh, misschien dan iets voor TikTok te doen. dus ik zat op een gegeven moment zat ik in die, uh, in die app een beetje te klooien en toen zag ik dus dat je best wel makkelijk in de Insta360 app kan je dus met een knopje kun je dus uh, je foto's laten analyseren en dan mm -hmm. maakt hij dus zeg maar één beeld van de voorkant en hij trackt je eigen gezicht en dan maakt hij een soort van picture in picture oh. van je eigen hoofd. Mm -hmm. uh, dus je ziet in één beeld zie je dan letterlijk van, oké, okay, dit is wat ik zie. En dit is hoe ik erbij kijk als ik dat op dat moment dan doe. Ah. En dat werkt natuurlijk supergoed, want yeah. je kan daarmee over dat portfolio gesproken. Je kan letterlijk, omdat ik dus ook gewoon klets tijdens dingen die ik film op een bruiloft. Laten we even die groepsfoto als, uh, als voorbeeld mm -hmm. nemen. Ik, ik instrueer daar die, die groep van mensen die daar gewoon staat te wachten. En ik, ik geef daarbij wat tips, tekstueel ook in beeld. Van nou ja, als je, als je uh, van dit moment gebruik maakt. kan je mensen ook gelijk. Uh, kun je jezelf benaderbaar maken, bijvoorbeeld. Weet je wel, je kan gelijk aangeven dat als mensen iets liefs over het bruidspaar willen zeggen. dat ze gewoon altijd nee toe mogen komen lopen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat gasten op een gegeven moment uit zichzelf naar jou te komen. In plaats van dat jij op zoek moet gaan naar de verhalen ja. van de gasten. Of dat je tijdens het feest ineens een tikje op je schouder krijgt. omdat je tijdens die groepsfoto bijvoorbeeld hebt gezegd: van... hé, hey, als je een keer een leuk dansje hebt. of iets wat je graag gefilmd wil hebben. hartstikke leuk, ja. tik me aan. tijdens het feest. en denk, ik, ik film het wel. In plaats van dat je daar staat met je camera. te hunten naar mensen die zich schamen voor de camera. En dan, mm -hmm. weet je wel. Dus nou, ik leg het in die TikTok. in die anderhalf minuut. Korter dan wat ik nu doe. <laughs> Leg ik dus uit ja. van uh, uh, ja, hoe je dat dan, of tenminste hoe ik dat dan doe en mm -hmm. hoe ik dat aangeef. En dat gaat gepaard met wat enthousiasme, zoals ik kan zijn. Dus ik ben ook heel ja. erg mezelf. Nou ja, en dat is die, ja, wat ik zeg. Hij is geëxplodeerd en dat ja, je krijgt ontzettend goed. veel leuke reacties op. Ja, ik ben helemaal trotse mama. Hier. Ja, <laughs> ik kan er niks anders ik van maken. Ik leer van de beste. Ja, ja. Nee, maar, en zo zie je wel dat, dat bijvoorbeeld, uh, als we het dan hebben over gear of hoe wij dit aanpakken, dat zo'n Insta360 of een GoPro of iets anders, waarmee je dus extra mm. aanvullende content kan maken, dat je daarmee heel mooi de voor- en de na kan laten zien. Zo van: dit is hoe ik het maak. En dit is hoe het eruit ziet. Dat zijn dingen die echt heel goed werken. Ja, dus ja. dat ja. werkt gewoon heel ja. goed. Het is ook aansluitend op wat jij net zei natuurlijk ja. van uh, dit zelf laten zien. Dit ben ik en ja. dit is het resultaat. En zo'n GoPro en Insta, Insta 360. Ja. Insta? Ja. ja, dat is heel fijn want ik merk wel, um, ik heb het, ja, ik heb wel een GoPro die, heb ik al, die schroef ik nog nergens op, maar dat ga ik misschien nog wel doen. Um, want anders moet je echt een beetje leunen op misschien footage die toevallig van jou gefilmd is. Ik heb ja. bijvoorbeeld laatst dan nog wel een TikTok geplaatst, ook van een sterrage exit. Uh, nou, die is dan niet zo geëxplodeerd, maar dat was een video van een wedding planner die mij toevallig gefilmd had. Oh ja. ja, dat is per toeval dat ik dat wist. Dus ik had dan gevraagd, joh, wil je het sturen? Maar eigenlijk is zo'n GoPro en ding, ben je niet afhankelijk van iemand anders, Je hoeft het ook niet te vragen. Je hebt echt puur, nee, je kan het lekker zelf zo echt een dingetje. Ja. Want je wil ook niet mensen lastigvallen van, oh, wil je mij filmen? Wil je mij nog even filmen? Het gaat kan ik heb op, op TikTok? Ja. Uh, ja. Maar wat, wat, wat ik jou zag doen, en dat heb ik ook een beetje overgenomen onder het mom van, ik heb nog geen idee wat ik aan het doen ben, mm -hmm. dus ik kijk eerst een klein beetje af. Uh, of ik laat me inspireren door wat andere mensen doen. Uh, maar dat je gewoon loopt over een bruiloft. Met je gimbal of wat dan ook. Ja. En dat je zelf gewoon heel kort filmt ja. met je telefoon. Gewoon een clipje van zes, zeven seconden. Nog niet eens. Nee. Dat je daar loopt met je en dan gewoon in selfie shot. Je ja, loopt zo, je uh, staat ja. een beetje eh, leuk en We dan heb shots. je het. Ja. En dan later kan je daar nog van alles mee. Ja. Zo van: Hallo, ik ben een videograaf en uh, 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 dit is een reden waarom, je, waarom jij oh. ook een videograaf moet ja. inhuren, weet ik veel. En dan loop ja. je daar rond en dan is dat je je, Want je content. Die video, ja, die video heb ik dus vorig jaar geschoten. Het is niet eens dat ik dat dit jaar dat nee. ik. Dat het dus is heb ik gewoon een keer geschoten inderdaad met het idee want bij mij zat het echt al heel lang in de koker van ik moet het er een keer mee doen ik moet een keer beginnen uh, maar nu ja toen, toen zag ik echt tijd om er echt uh, iets uit te halen ja. maar zoiets, ja dat bedenk je in één minuut en ja. dan staat het erop en dan opeens nee, en dat is mijn punt dus je hoeft helemaal niet per se een GoPro of een Insta 360 nee je het, is gewoon, met je telefoon, het is gewoon met ja. je telefoon gewoon zelf al even een selfie shot maakt mm -hmm. dat je daar staat op een mooie plek lopen toffe ja, locatie drone in je hand of een een camera in je hand gewoon laat zien van wie ben je? Wie ben je? En waar, ik denk, waar ben je? Misschien die cons misschien dat je het niet precies gelijk ziet, maar die consistentie in je profiel, dus dat je wel doorspeelt van, oké, okay, dit is duidelijke videograaf. Ja, juist, ja, ja. En elke keer als je dan een video ziet van, hey. Die kamer herken ik of zo, want ik heb, ik heb al een paar mensen die zeggen: Hey, dus dit is de TikTok-kamer. Ja, dat het dan die achtergrond heeft en dat herkennen ze. En dan denk ik: Oh ja, nou ja, ja, dat is toevallig dat ik beroemd, Ja, het wordt ja. beroemd. Ja, ja dat ik maar YouTube uh, ook. Ja, ja, dus dat is heel grappig om te zien. Maar dat is het dus wel, dan hebben ze gelijk door, nou, misschien ook door hun hoofd, maar <laughs> het ziet er gewoon hetzelfde uit. Dus ziet jouw dan, hoofd er elke keer hetzelfde uit? Schrappig. Nee, niet altijd, <laughs> Niet na nou, bruiloft zit het uh, helemaal ik heb verwild. Ja, ja. <laughs> maar ja, dus de consistentie is denk ik ook wel een goede tip ja. voor het luisteraars. Ja. ja, plus ik heb dus mijn Instagram, daar post ik letterlijk alles op, wat ik aan het doen ben. Dat, ja. Daar post ik dingen op van de, de podcast, van mijn cursussen, van mijn mm -hmm. e-books, van mijn, uh, corporate, van bruiloft, alles. Het gaat allemaal door elkaar heen. En dat werkt tot ja. nu toe prima. Maar ik heb er echt voor gekozen om TikTok echt uitsluitend en alleen over trouwvideografie te laten doen. Ja. Um, puur omdat ik dacht van oké, okay, laat ik nou een keer kiezen voor een niche, weet je wel? Laat ik nou eens gewoon dat als mensen dus inderdaad op zoek zijn naar een trouwvideograaf, ja, dat ze dan. bij mij weten, deze man is dedicated. Ja. Die is trouwvideograaf. Die is ja, trouwvideograaf. Ja. Dat, dat is denk ik een hele goede En niet zo, zo van oh, het is het is iemand die bedrijfsfilms maakt die ja. ook af en toe een bruiloftje schiet, ja. zeg maar, je dat? Ja. Het is ook wel een mooi voorbeeld om te noemen, is dat ik een aanvraag kreeg. Ik weet niet of ik dat naar jou gestuurd had. Um, er was een aanvraag van een bruidspaar... en die had omschreven: Ik heb je gevonden op YouTube. Vervolgens kwam ik je tegen op TikTok. En toen ben ik naar je Instagram gegaan. Oh ja. En toen kwam ik op je website terecht. Het is een soort cirkel. Onbewust. It's want a ze, circle of ze kwam life. me gewoon tegen op TikTok. En soms yeah. TikTok, ik weet natuurlijk niet hoe ver TikTok afkijkt. Misschien. Zien ze dat ze YouTube mij gezien heeft, en denken ze ah, boost op TikTok? Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed Want kunnen. We hebben het niet over de gevaren van nee, TikTok, dus en we hebben werkelijk geen idee. Goeie disclaimer: Goeie disclaimer Wij zijn ging niet verantwoordelijk lekker. over... lekker midden in de aflevering. pas de disclaimer geven, ja. <laughs> nou ja, maar ja, het is natuurlijk wel een keuze. Hè. Dus het is al, ik, ik snap ook echt wel dat het een vaag sure. platform is en. Ik ben al verpest, want ik zit er voor mijn gevoel al te lang op. Ze weten al te veel. Dus ja, dat is een beetje... Ik heb me erbij neergelegd. <laughs> ja. ja. Maar ja, wij zitten niet alleen op TikTok. Tenminste, jouw persoonlijke, ik persoonlijke account. Maar ja. onze podcast zit ook op TikTok. Dus als je TikTok hebt en of TikTok nu aanmaakt na deze aflevering... Uh, zorg dan ook even dat je Trouwfilms Amba volgt op TikTok... En on, natuurlijk uiteraard ons. Ja, ons ook even. ja als doe, je doe, doe, even, doe even de moeite. ja dus we, we zijn nog een beetje aan het uitvogelen... wat we precies op de trouwfilms Ambach TikTok gaan doen. Maar dat komt uiteraard ook nog. Dus uh, zeker even volgen en sowieso de rieltjes komen je daar. Je dus ook van ons afkijken, dat is ook leuk. Precies. Wow, dan hebben we straks echt vet veel mensen. Vet veel trouwfilmmensen die allemaal dezelfde dingen gaan maken. <laughs> dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Nee, wees origineel, jongens. Wees origineel en niet kopiëren... Blijf lekker jezelf, want dat is hoe ik het doe, hoe jij het doet. Tuurlijk, je mag wel inspiratie op doen, doe ik ook. Maar dat is eigenlijk voor alles in de, deze branche. Doe het op je eigen manier: echt sausje. Echt sausje. Oké, okay, dan gaan we nu onze super snelle ronde doen. Ben je daar klaar voor? Zeker. Rechtop. rechtop: Let's go. Let's go wees nu niet te lang van stof, geef snel je wederwoord. Er is geen tijd te verliezen. Wat is daarop jouw antwoord? Oké okay, Robin, jij mag de eerste graaien. Oké, okay, ja, yeah, let's go. Uh, neem je altijd een bedankje mee als je naar huis gaat? Nee. <laughs> Alleen als er mijn naam op staat. Maar niet als, uh, als er als wel een bedankje staat nee. maar met een of zo. Nee, dan ben ik veel zo. te Dat weet ja? ik niet. Ja, nee, dat niet, kan niet. Niet, niet in jouw bestemming. Jij wel? Ja. Ja, <laughs> Nee, ja. nee, het wordt vaak gezegd. weet je oh, nee, ja, dank je mee. Zo, allemaal prima. En dan gewoon lekker. Uh, nee hoor, oh, hartstikke ja. leuk. Oké, okay, dan ga ik ook even eentje pakken. Uh, wat vind je van het gebruik van rookbommen tijdens de shoot? Vet. Vet. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, over TikTok gesproken. Mijn eerste TikTok was er dus eentje met rookbommen. Wat gerelateerd. <laughs> ja, nee, het was vet. Uh, TikTok ging ook heel goed. Maar nee, altijd vet. Mooie beelden. Ja. Wel oppassen met de jurk en dat soort dingen. Want je hebt ook rookbommen die afgeven. Lastig. Uh, dus wees daar wel bedachtzaam op. Ja. Maar ik zeg eigenlijk altijd, als je rookbom doet, dan moet de bruidspaar ze kopen of meenemen of regelen of weet ik veel wat. Of ja. de fotograaf die moeten mee komen. Ja. Maar ik ga ze nooit zelf, zelf kopen. kopen. Nee. Want dan neem je de LN zelf uh, ja. mee. Ja. Nee, maar jij? Nee, ik heb het nooit gehad, maar ik sta er zeker voor open als zij het een leuk idee vinden, dan doe ik mee. Ja. ja. Even kijken. Nee, ik ben. Oh ja, jij Ik bent. ben. Oh, ik wil gewoon nog één hoejong. Welke trouwtrend vind je op dit moment leuk? Uh, de champagne toren. Champagne shower. Nee, nee, voor jou nee. speciaal. Ik ben, ik ben klaar Hij met champagne. Hij gooit ook gelijk weg. Ja. Vind je dat als je trouwbiograaf bent, je er in de film voor moet zorgen dat de dag er beter uitziet in de film dan hoe het was? Oeh. Nee. Nee, ik vind niet dat, dat je het mooier moet maken. Het kan soms best zijn dat het ja. plotseling gebeurt, of dat het gewoon het effect is, maar ik denk niet dat dat de streven moet zijn. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. En als het inderdaad, als je bijvoorbeeld shots hebt, dat je denkt, ja, maar dit is gewoon geen mooie situatie, maar het is een heel essentieel onderdeel. Ja. Ja, ik doe het er gewoon in, want ik ben wel, de momenten die belangrijk zijn, die moeten erin. Of het nou er niet uitziet en ik uh, kan het niet mooier maken dan het is, en dat ik denk, nou, ik gooi alles eruit. Nee. Dat ja. is een beetje hoe ik erin sta, maar ja. jij ook, denk ik. Zeker. Dat nou was hem weer. Dat was hem weer. Ik vond het, uh, ja, was wel leuk. <laughs> het is altijd uh, haasten. <laughs> huh? Het is altijd helemaal haasten, haasten. Luister je graag naar deze podcast? Word vriend van de show. Als vriend krijg je altijd voorrang bij het beantwoorden van luisteraarsvragen. En voor 2,50 euro per maand steun je de podcast financieel. En maak je het voor ons mogelijk om de beste trouwvideografie podcast te kunnen blijven maken. Alle reden om je aan te sluiten bij onze vriendenkring. Dan is het nu nog tijd voor de luisteraarsvragen. We hebben een vraag van Nieltje, waar ik het ook over had in het begin van deze aflevering. En zij heeft één vraag, en dat luidt als volgt. Wat voor negatieve ervaringen hebben jullie met TikTok? Bij mij pestige comments, maar ook over prikkeling, nacht niet slapen als filmpjes veel tracking krijgen. Want er is steeds weer iets nieuws. Nou, ik ben er nog niet lang genoeg op TikTok dat ik daar uh, heel veel last van heb, heel eerlijk gezegd. Mm -hmm. ik, ben, ik merk wel aan mezelf dat het wel echt verslavend is. Ja. Want je wordt overspoeld mm -hmm. met uh, mm -hmm. dopamine. Mm -hmm. Met likes. Met, het, het is helemaal geen, geen uitsluitsel dat jouw video. Of, ja, dat jouw TikTok gewoon ineens. ja Weet ik veel, 2000 likes krijgt. Dat is helemaal geen uh, dat is helemaal niet raar. Nee. Ja, in, in de paar die bij mij dan uh, wat, ja. wat harder gingen, zeg maar als boven de 10.000 dat uh, of dat hij als favoriet wordt opgeslagen en dat soort dingen ja. uh, dat 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 is wel heel goed voor je ego, <laughs> maar of het heel goed is voor je algemene welzijn als mens kan ik me niet bij voorstellen dat dat uh, dat je daar wakker van kan liggen. Het is best het, het is intens. Het is een, een, een uh, ja, je hebt maakt een. Je hebt te maken met aantallen waar je op Instagram misschien niet zo snel mee te maken had. Ja. Uh, ik merk wel, ik ben dan al wat langer op TikTok en ik merk dat ik nu al een soort van... Hey, als een video 10k views heeft, je legt je standaard natuurlijk steeds wat hoger. Ja. Uh, dus daar kijk ik dan alweer wat minder van op. Terwijl ik denk, nou, op Instagram 10k zou ik denk, ben ik alweer helemaal uh, yeah. <laughs> blown away. Yeah. Maar op TikTok ben je er wel wat sneller aan. Maar ik merk wel, inderdaad, als je een video specifiek hebt, ja, ik ga het hele tijd kijken. En als je die app opent, continu staat er weer 99. Dan denk je, Holy shit. Yeah. Je bent gewoon helemaal zwaar overprikkeld en je blijft allemaal comments en uh, gedoe. Dus wat ik hier eigenlijk in doe, en ik merk als er een video dus echt explodeert, dan denk ik, oké, okay, telefoon weg. Dat is natuurlijk met eigenlijk alles. Telefoon weg en dan ja. lekker editen. Ja. Uh, Slaaploze nachten. Ik probeer nu, uh, in ieder geval, lukt het nog niet. Ik ben er gewoon heel eerlijk in, maar ik probeer eigenlijk de laatste half uur voordat ik ga slapen niet op mijn telefoon, telefoon te zitten. Ja, ja. En mijn e e-reader lezen of zo. Uh, dus om die prikkeling wat te verminderen. Want ik kan wel rustig zeggen dat ik wel echt een probleem heb soms met TikTok. Maar ja. dat was ook al voordat ik. <laughs> op TikTok zat, maar niet nu... zegt ze helemaal al het eind van de aflevering en ik... dat ze nu een probleem heeft met TikTok. Nee, op een manier dat ik er te veel op zit ja. en nu kan ik het gerelateren aan mijn werk, ja. hè? maar ik zat er daarvoor ook al veel. Op. Maar jij consumeerde veel, bedoel je? Ik zat gewoon te scrollen, ja, oh, je... En En okay. niet zozeer over trouwvideografie, gewoon over shoppen en over uh, oh, ja. fashion, weet ik veel, city trips, uh, dingen. Natuurlijk zat er af en toe een, een videograaf ding in, maar de focus zat meer op mijn. Uh, vrije tijdsbesteding. Dus bijvoorbeeld als ik naar Azië ging, ik kreeg alleen maar backpacktips, continu. Ja. Omdat ik helemaal, dat keek ik allemaal, en dan zit je helemaal, helemaal ja. TikTok graaft helemaal erin. Ja. ja, en dat vind ik wel ook mooi, want ik merk ook dat het dus echt wel ook nu, omdat ik nu dus mijn niche gekozen heb, nu verandert mijn TikTok een beetje, uh, maar dan leer ik ook weer andere videografen kennen, fotografen die dus alleen op TikTok zaten. Ja, juist. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. ja. Wat een aflevering. Zo... 50 TikTok. Ja, ik weet niet wat ik daar <laughs> ik nog over wil zeggen. Ja, dus effe... ik, ik was hyped over deze aflevering. Ja, ik... ik denk dat dat uh, ook wel een, interessant is. Ik denk dat het heel interessant is. En ik denk ook dat, dat we nogmaals hè, voor de gevaren, of we noemen het ja, gevaren, klinkt weer heel zwaar. <laughs> maar in ieder geval, voor, ja, wees, wees kritisch op, ja. op, op de app zelf ja. en wat je toestaat. En dat ze allemaal van je kunnen en mogen. En wat ik heb bijvoorbeeld, mijn microfoon heb ik bijvoorbeeld uitstaan. Mm -hmm. hè? Dus je kan toegang geven tot je microfoon van je toestel. Omdat je in de app zelf ook voor zover kan inspreken voor je video's. En er zit ook een heel editing ding in. De TikTok-app zelf. Um, dat heb ik echt allemaal uit. Dus dat echt. Ik moet er niet aan denken dat ze. En dan nog weet je natuurlijk helemaal niet in hoeverre dat allemaal echt is afgesloten mm -hmm. en zo. Maar goed, weet je, we hebben het over China en moeilijk en maar goed, Amerika is net zo vies. Dat is een beetje En dat mijn is met Meta. Geweest, ja. En met Meta is dat net meta, zo Google. en en Apple, ja, ze hebben wel privacy dus hoog, het maar Het is, is ja. Het is allemaal maar één pot nat het is of ofzo. Ingewikkeld. Zo. Ja. Ja. Dus je moet gewoon doen waar jij je goed bij voelt. Ik denk dat dat Ja. Dat de slogan is. En als jij het gevoel hebt niet, dan is dat prima. Ja. Ja. Ja, ja en monitor voor jezelf. In of je er echt niet aan onderdoor gaat dat je qua de hoeveelheid scrollen en verslaving ja. en dat soort dingen je kan een tijdslimiet instellen in de... oh ja ja dus net zoals Instagram uh, die is ja. volgens mij gewoon van TikTok gehad as usually die want Instagram had alles ze had alles van elkaar ja dus uh, ja mooi mooi ja dan wil ik de luisteraar en ook weer jou bedanken. Dat, je, dat jij hier toch nog uh, opeens over TikTok kan praten. <laughs> <laughs> um, ja, we vinden het leuk hè, als jij deze aflevering luistert in de auto, of whatever, op een plek. Of je bent aan scrollen op TikTok en je luistert nu ook onze aflevering. Laat het weten. Plaats een leuke story. Uh, waar je de aflevering luistert, vinden we super leuk. En dan sluit ik hem weer af met een streef naar vooruitgang. En niet naar perfectie.